Dat wordt Prominext en Exponext. En Prominext die maakt alles wat zichtbaar is mooier. En Exponext maakt wat mooi is, een product, een dienst, een bedrijf, zichtbaar op beurzen. Er worden ook twee websites, worden er twee entiteiten, zoals dat mooi heet, twee keer een positionering. Maar met centrale boodschap dat mooier maken, want dat is iets wat bij mij zit en bij mijn mensen. Dat is een soort instinct wat ik heb, of een zintuig wat ik heb ontwikkeld in de loop der jaren. Als ik ergens binnenkom, dan denk ik, daar kan je dat van maken. Wat jij eigenlijk ook hebt, je komt hier binnen en dan krijg je een enthousiasme over je. Ja. Nou, dat heb ik ook. Kijk, hier is al van alles mee gedaan en dan kan ik ontzettend genieten van zo'n pelletstapeltje. Ja. Maar de mensen die bij mij komen, opdrachtgevers, die komen met, ja, we hebben iets. Een mooi product, een mooie dienst en die willen wij presenteren op een beurs. Of we hebben iets, een mooi pand, een mooie woning, want het kunnen ook particulieren zijn. Daar willen we iets mee. We weten wel wat we willen, maar we weten niet hoe. Nou, en daar help ik ze mee. Vandaar dat zichtbaar mooier maken bij Prominext en mooi zichtbaar maken bij Exponext. En dat is echt letterlijk nu aan de gang. Dus echt, ik ga straks door naar Panhard in Roon. Ja. Die maakt mijn website twee keer. Ja, vorig jaar die investering gedaan, maar dat is dan zo. De investering van de eerste site. Ja. Ja, kan wel. Die schuift naar weer. Nou, ik ga hetzelfde grid ga ik gebruiken. Dus ik ga hem herbouwen. Ja, ja. Opnieuw iets anders indelen. En dan twee URL's. Ja. 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 Exponext.nl en Prominext.nl. Ja. Ja. Dat als mensen in een mooie omgeving zijn, zich bevinden, dan voelen ze zich gewoon beter. Dat is gewoon algemeen, daar hoef ik geen onderzoek voor te doen, dat zie je aan mensen. Hè? Ja. Goede omgeving. En mooi hoeft niet echt goud op snee te zijn. Hè? Dat kan ook mooi qua concept zijn. Dan voelen ze zich beter en dan gaan ze zich beter functioneren. Ze gaan zich beter manifesteren. Alles komt eruit wat bij die mensen erin zit. En ook groepsgewijs gebeurt daar wat. En beter functioneren betekent beter presteren als je het zakelijk bekijkt. Dus ook kantoren, ja, daar mensen die richten zich altijd op bepaalde logistieke stromen en dat is ook belangrijk. Maar als je nou 40, 50 uur per week in een ruimte zit, wat niet stimulerend is, ja, dat werkt zo tegen draad, zeg maar, met wat je wil bereiken. En bij wie doe je dat dan nu? Denk bijvoorbeeld aan, we hebben het hoofdkantoor van Novell gedaan, in Alphen, het Europese hoofdkantoor. We hebben een woning gedaan in Snelrewaard. Daar praat ik even over de prominente kant, hè, het zichtbaar mooier maken. We hebben een mooie woning in destijds in Oudekerk gedaan, Oudekerk en Amstel. We zijn nu het VVV in Alkmaar aan het doen, dat is meer op interieurvlak. Maar hoe gaat het in zijn werk? Via je site bereiken opdrachtgevers jou, die gaan jou bellen en dan ja. Heb je het eerste contact en dan ga je al meteen in die ruimte kijken. Ja, altijd gelijk daar afspreken. Ik wil het voelen, ik wil het ruiken. En dan kom je daar dus en dan bel, ja. Oké, dan ga je in gesprek en je loopt rond. Ja. Wat kunnen we hier allemaal doen en je maakt foto's denk ik aan. Ja, 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 ja. Ja, eerst het intakegesprek, gewoon waar willen jullie naartoe en waarom? Niet waar wil je naartoe, maar ook ja, ik wil weten waarom. Maar wat is het verschil tussen nu en straks? Wat denk je te ervaren als het klaar is? Wanneer is het klaar als het klaar is? Als het klaar is, wanneer is het dan voor jou klaar? Hoe ziet dat dan uit? Wat denk je te ervaren? Wat wil je? Heel moeilijk. Lastig, heel moeilijk. Maar dat is ook praten. Dat is gewoon veel praten. Ja, ja. Dat is ook het conflict. Kun je dan met voorbeelden ook? Laat je dan platen zien van... Nou, niet te snel, want dan krijg je van, dat wil ik ook. Ja, ja, ja. Ook dat wil ik ook. Ja. Ik wil meer van binnenuit, weet je. Dat is mooi het conflictmodel. Als mensen niet weten wat ze wel willen, dan kan je wel vragen wat ze niet willen. Ja, dat weten ze vaak. Wat wil je niet? Ja, dit. Ja, maar wat is dit? Nou, dat is, het licht is niet goed. De routing is niet goed. Ik heb te weinig contact met mijn collega's. Er is geen sociale ruimte. Noem het maar op. En dat is in een woning. Kun je dan ook opnieuw wanden aan het aanleggen? Ja, het kan. We hebben drie fases. Of drie
producten eigenlijk. Daar moet je helemaal niet zo ingewikkeld over denken, want het is gewoon heel simpel. We zeggen gewoon actie schoon schip. Dan gaan we gewoon met de bestaande elementen gaan we eens even schuiven en doen en kijken wat hebben we nou in huis. Mm-hmm. En dat is, wij willen verfrissend, verrassend en vernieuwend zijn. En verfrissend is dat eerste, dat we met hele minimale middelen het optimale bereiken. En soms als ik iets verschuif, dat de mensen denken, ja. En dat is een soort gevoel wat ik ontwikkeld heb in de loop der jaren. Ik ben natuurlijk al, 25 jaar bezig met dit werk. Dat als ik ergens binnenkom, dat ik gelijk zie, nou als je dat nou eens daar neerzet, dan heb je een heel ander verhaal. Het mooiste voorbeeld vind ik nog steeds in een woning. De mensen nodigden mij uit, ja moet je eens komen kijken, want dat is het niet. En ik kom daar in een geweldig onder architectuur gebouwde woning waar het helemaal van A tot Z klopte. Echt helemaal top. Dus wat doe ik hier? Dat is het eerste wat ik tegen die mensen ook zei. Ik zei, ik vind het heel gezellig dat ik bij jullie even een kopje koffie kom drinken, maar wat doe ik hier? Want dit is zo goed. De architect die had echt gewoon een goede kijk erop. En we missen een bepaalde warmte. En ik moet voorstellen, bij de entree, een hele lange kast van de diepte van het huis. Nou, dat was iets van 17 à 20 meter diep. En in een bepaald ritme. En dan ook goed aangelicht, dus een heel mooi element gelijk als je binnenkomt. Mensen hadden de garage bij hun huis getrokken. En aan het eind van die gang zag je een gedeelte van een tafel met drie verschillende kleuren stoelen er allemaal. En als je om die bocht kwam, dan was die tafel ook enorm lang met allemaal verschillende stoelen. Een groot gezin. En dat was zo'n gezin met vriendinnetjes en iedereen kon dan komen eten. Mooie strakke keuken erin. Eigenlijk klaar. En ik liep met die dame door de gang heen, langzaam pratend enzovoort. En ik vroeg gelijk, van, wat mis je dan? We missen warmte. En ik kom om die bocht en ik zag gelijk een soort gevoel. Wat heb ik die mensen geadviseerd? Om achter de keuken een kleur te zetten en achter de open haard een kleur, diezelfde kleur. In ieder geval een complementaire kleur die met elkaar communiceert. Mm-hmm. En dan onder de zithoek een warm kleed te plaatsen, waardoor die zithoek wat compacter werd. Ja. Ietsje meer bij elkaar, dat was alles. Ja. En dan moet je nog wel de kleur doorgeven. Dat is goed, 's middags de kleur doorgemaild met een code erbij. Nou, ik geloof nog geen week later. Je moest komen kijken, we hebben het precies gedaan wat jij zei en we zijn zo verschrikkelijk tevreden. En dat zijn de kleine, dat is dan verfrissend, net even iets anders. Ik wil gewoon weten, wat wil je nou bereiken? Dus ik ben heel erg op de mensen die het moeten gaan doen. De mens staat voor mij centraal. Dus in een woning, wie woont daar? Hoe ziet het gezin eruit? We hebben een huis gedaan waarbij de piano er weet ik van waar stond. En bleek dus dat de dame in kwestie die erop speelde, een van de oudste dochters, die kwam s'avonds om een uur of 4, 5 uit de studie, die studeerde in de VU. En die ging naar piano spelen en moeder stond te koken. Dus zij zat daar en ik zeg, wat vind je het niet mooi dan? Ja, ze speelt prachtig. Is toch geweldig om dat bij je koken te hebben? Ja. Nou, hup, piano daarheen schuiven. En dat komt omdat ik helemaal niet heb over, kunnen we die wand eruit halen? Nee, ik ben bezig van, ja, hoe wil je leven? Hoe ziet je leven eruit? Hoe ziet je dagelijkse je indeling van je dag eruit als je het over een woning hebt? Als we praten over een promotie van een woning, voor de verkoop, dat doen we ook. Dan kijken we, wie zou hier willen wonen? En hoe zien die eruit? Wie zijn dat dan? En dan vraag ik ook aan de verkopende partij. Want die weten het beste. Wie zou hier nou willen wonen? En daar gaan we ons op richten. Dus als het... We hebben pas een grote villa gepromoot. Dat noemen we artist impressions en weet ik wat allemaal. En het bleek dus dat er wat oudere mensen die goed geld hebben, die het allemaal al verdiend hebben en die houden van cultuur en goede wijnen, goede eten. We hebben een evenement gecreëerd waarbij we goede wijnen hebben laten zien. Waarbij iemand heeft gesproken over de geschiedenis van de omgeving daar. Iedereen uitgenodigd. En dan daarnaast laten we zien hoe dat huis eruit zou kunnen zien op het moment dat je het verandert. Dat doen we dan virtueel. Dus wat is de toegevoegde waarde? Is dat we de mens centraal zetten, die ermee moet gaan werken, beurs. Wie we willen bereiken, beurs. En die er gaan wonen of willen gaan wonen of al wonen. Nee, of werken. Het is wonen, werken, winkelen. Die drie gebieden pakken we. Waarin jij onderscheidend bent, is dat je uitgaat van de mens. Ja. Je uitgaat in een intakegesprek van hoe ziet jouw dag eruit? Waar werk je? Je komt thuis en waar ga je dan zitten? Ja. En hoe verloopt jouw avond? Ja. En met wie,
woon je allemaal en hoe willen die met elkaar? Ja, hoe ziet je gezin eruit? Op basis daarvan is het eigenlijk meer op de psychologie van de mens eigenlijk. Ja, en dus precies. Hoe wil men leven? Ja. En wat heb je? Want het huis staat er. Ja. En wat kan er binnen de kaders van wat er mogelijk is, hè, binnen dat huis of binnen de bestemmingen die erop zitten. Misschien kan je het wel aanbouwen, opbouwen enzovoort. Maar het mooiste is natuurlijk als je bij het minimale begint. Waarom gelijk verbouwen? Waarom niet zeggen, we gaan bij het minimum beginnen, we gaan bouwen samen. Bij het minimum starten. Ik hoef niet gelijk de hele handel eruit te halen. Ik bedoel, dat is het mooie, omdat wij productie onafhankelijk zijn. Ik hoef niet productie in de gang te houden. Totaal niet zelfs. Mijn mooiste plannen zijn de plannen waar ik het minste doe. De mooiste projecten, waar ik met minimale middelen dat bereik wat die mensen in hun hoofd hebben, wat ze wilden ervaren. Dus ik praat ook over ervaring. Wat wil je nou ervaren? Hoe ziet jouw dag eruit? Hoe ziet dat kantoor eruit? Want dan heb je natuurlijk met meerdere mensen te maken. Wat willen jullie uitstralen? Wat is nou je missie? Wat is je visie? Hoe staan jullie ten opzichte van je mensen, maar hoe sta je ook ten opzichte van je klanten, je relaties? Hoe moeten die, als die binnenkomen, wat moeten ze ervaren? En wat wil je dat ze ervaren? En als ze nou weggaan, wat moet er blijven hangen? Naast de mensen, maar ook altijd de omgeving, hè? Dat is altijd een combinatie. Ik ben geen kunstenaar, dat ik een object maak en dan ga maar kijken of je het mooi vindt. Ja, maar goed, en dan heb je dat ingericht? Die gaan we niet redden. Dit gaat heel snel. Ja. Shit. Ja. Hè? Huh?